De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland organiseerden de conferentie Publieke Fondsen en Groeiagenda Zuid-Holland. Ik kan me voorstellen dat u heel blij bent met Europese milieuministers die gisteren hebben gezegd: wij gaan goed onderhandelen nu met Brussel, want wij zijn in de basis akkoord met die CO2-reductie. Dus ik geef u graag het woord. Ja, dank u wel. In het oorspronkelijke klimaatplan staat dat wij 40% duurzame energie hebben in 2030. 40%. Dat wordt 45. Dit gaat veel sneller dan we ooit eerder hebben meegemaakt. Deze transitie is ongekend en we staan nog maar aan het begin. We hebben het innovatiefonds, betaald door uit de emissierechten. Dat is 20 miljard euro. Dat is natuurlijk geen klein bier, moet over heel Europa worden verdeeld. En daar gaat Nederland en zeker Zuid-Holland een graantje van meepikken. Het grootste probleem van deze transitie is natuurlijk gewoon de sociale uitdaging die erbij hoort. Zuid-Holland zit barstensvol met steden waar die sociale opdracht het allergrootste is van heel Nederland. En nu gaat verandering alleen maar sneller. Elke dag weer. Opnieuw, opnieuw en opnieuw. Kortom, Zuid-Holland zit in het oog van de storm. Dank u wel.